Makkemoorden! Makkemoorden, makkemoorden! Dit is dan het ochtendritueel. Op in Weiland in de haven. Ja, het is wel leuk. Het is wel anders dan normaal wakker worden. En wie 's nachts te lang heeft gekeet, moet in het ijskoude dompelbad. En leuk, straf krijgen op het kamp? Nee, helemaal niet. Maar natuurlijk moet je er ook iets van opsteken tijdens een zomerkamp. Er is zeiltheorietraining in de tent. We vallen uit de boot. We gaan eromheen. En dan gaan we hier achter op het zwaard staan. Als we op het zwaard gaan staan, dan komt de boot weer mooi recht te staan. Deze kinderen varen bijvoorbeeld een optimist. Die kinderen gaan vandaag in een pico varen. Maar we hebben ook wat surfers. En op die manier leren we de kinderen eigenlijk plezier te hebben in de watersport. En een beetje te ontdekken welke boot ze leuk vinden. We zien ook best wel vaak dat we, ouders moeten natuurlijk ook gewoon werken. Dat we eigenlijk ook een soort van kinderdagopvang zijn. Je ouders, vinden die het ook fijn dat je een weekje op kamp bent? Mijn moeder vindt het wel fijn om even rust te hebben. En ja, ze vindt het ook leuk dat ik dit doe. En dan de praktijk, omslaan. Demi lukt het. Het was heel erg warm. En dan is het wel lekker al afkoeling. En ook Coco, na 3 keer proberen, lukt het ook aardig. Aan het eind van de week krijgen de kinderen een onofficieel zeildiploma.